Where do we come from? Where do we stand? What are the possible futures of our democracy? Join us on our investigative journey in search of democracy 3.0. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous. In deze aflevering praten we in België met burgers en burgeractivisten die een groeiende politieke invloed hebben. We zitten volgens mij met een politiek proces dat ondertussen verouderd is en aan vernieuwing toe is. Mensen hebben een mening, mensen hebben een stem en willen die hoe langer hoe meer ook laten horen. We razen door het Vlaamse vlakke land, op zoek naar democratische vernieuwing. Nadat het land wereldkampioen lang zonder regering werd, ontstond er een we doen het zelf vibe bij de burger. Hanne, Bastiaensen van The Democratic Society, een NGO die de kloof tussen burger en politiek wilt versmallen, ziet burgerinitiatieven volop tot bloei komen. Ben ik het Frank? Wat zijn jullie aan het doen? Ze zijn spandoeken aan het maken voor het klimaatmaatregelen. Ah, ja. Hier in Antwerpen? Ja. Tof. We zien tendensen dat mensen geen genoegen meer nemen met eens in de 4 of 5 jaar een bolletje kleuren met verkiezingen en dan zeggen en laat die mensen nu maar alles beslissen. Maar mensen hebben zelf een heel goed idee over hun eigen leefomgeving, over beslissingen die hen aangaan en willen daar ook iets mee doen. Een van de tendensen die Hanne ziet zijn de burgerlijsten die oppoppen door heel het land. Het is de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen en in Oostende doet de nieuwe burgerlijst recht door zee mee. En nog in Oostende trekt Dirk Titgat de nieuwe burgerlijst recht door zee. Opmerkelijk, loting heeft bepaald wie de lijsttrekker is. Er staan 17 kandidaten op de lijst. Oostendenaar George Gasteur startte de burgerlijst. De eerste op de lijst is Dirk Titgat. Dirk, proficiat. Ze willen graag meer inspraak en transparantie door directe democratie. Omdat de directe democratie de oorspronkelijke democratie was. Die van in de tijd van de Grieken. Waar dat je iedereen samen kon discussiëren op een openbare plaats. We zijn nu in de 21ste eeuw, de eeuw van Facebook. Dat wil zeggen ook de eeuw waarbij dat via internet dat forum teruggecreëerd wordt waar iedereen toch wel kan bevraagd worden, inspraak kan hebben nadat hij ook via internet de volledige transparantie, volledige informatie goed doorzichtig, goed gestructureerd kan krijgen. Van Oostende naar Brussel. Naast burgerlijsten en burgerbewegingen ziet Hanne ook veel trends op het digitale vlak. Er duiken slimme burgerplatforms op, zoals Citizen Lab van Aline Muyleart en haar partner Wietse van Ransbeek. Citizen Lab! We zijn begonnen hier in Brussel, omdat we het gevoel hadden dat het als burger heel moeilijk was om te weten waar de gemeente mee bezig is. Ook nog verschillende bestuursniveaus. En dan, als je zelf een idee of voorstel hebt, om het dan te gaan communiceren. En dan zijn we gaan praten met de lokale besturen, met de steden en gemeenten. En zij hadden eigenlijk moeite om bepaalde mensen te bereiken. Ze zagen dat altijd dezelfde mensen naar de avonden kwamen. En zij zeiden van, ja, hey, hoe kunnen we op een makkelijkere manier mensen gaan betrekken bij het beleid? En dus daaruit is Citizen Lab ontstaan. En na ruim 3 jaar... Het is nog de old-fashioned, non-digital way. Ik vind het... Zijn ze actief in 75 gemeenten. Dit is eigenlijk het platform van Hasselt. En hier kan je dan zien van, kijk, welke zaken zijn er momenteel lopende. Dus bijvoorbeeld een bevraging in een bepaalde wijk. Ik denk dat gemeenten al heel veel digitaal communiceerden, maar dat ze nog niet de mogelijkheid boden om effectief ook te gaan participeren online. Dus dat is wel iets dat de laatste jaren heel sterk is opgekomen. Zowel de trend burgerparticipatie als de digitalisering. Dus die twee trends samen zorgen ervoor dat er inderdaad wel veel meer vraag is naar digitale burgerparticipatie, waar wij in eerste instantie ook echt willen werken rond die transparantie, hoe zie je dat beleid tot stand komt, maar dan ook drempelverlagend werken, zodat mensen van thuis in de zetel kunnen meedoen. Transparantie is het woord dat steeds terugkomt. De burger wil helderheid, zien wat er met hun leefomgeving gebeurt, waar het geld naartoe gaat. Daarom komt Citizen Lab ook met een digitale burgerbegroting voor Brussel,
zodat de burgers zelf kunnen beslissen waar gemeenschapsgeld aan besteed wordt. Dit gebeurt al in een aantal steden, zoals in Gent. Het Gents Milieufront wekte met behulp van het burgerbudget de Geveltuinbrigade tot leven. Een organisatie die gevels van burgers opflirt met planten. Ook kreeg de sympathieke organisatie Enchanté geld van het burgerbudget. Een initiatief waarbij handelaars en burgers aangesloten zijn die kleine diensten aanbieden aan zij die het nodig hebben. Van gratis wifi tot een knipbeurt. Hanne, die voorheen de burgerbegroting opzette voor Stad Antwerpen, zou willen dat dit burgerbegrotingssysteem meer ingebed wordt. Hoe kan je zorgen dat er niet één projectje is waarbij burgers dan een paar duizend euro misschien zelf mogen besteden, maar hoe kan je dat laten doorwerken in de hele organisatie van hoe een lokaal bestuur of een andere overheid georganiseerd is. En dan gaat het niet over één initiatief of over één projectje, maar over een soort houding om u bewust te zijn van welke impact beslissingen kunnen hebben op de levens van de mensen en hoe bij elke stap na te denken over hoe die burgers daarin betrokken kunnen worden. Hoe kan dit ingebed worden in de cultuur van een beleid, in de filosofie? In Antwerpen zijn er volop burgerbewegingen actief die hun plek opeisen. Burgerrechtenactivist Manu Claeys staat hierin voorop. Hij streed jarenlang met zijn Straten-Generaal tegen een viaduct door de stad. Met succes. We hebben voorlopig nog één groot geluk. De mensen geloven nog steeds in de democratie, maar niet in de manier waarop het vandaag ingevuld wordt. Het is heel belangrijk dat we het niet zo ver laten komen dat ze überhaupt hun geloof in de democratie kwijtraken en dan maar achter autoritaire populisten aanlopen die heel de democratie nog willen ontmantelen. We zijn nog niet aan dit punt in vele Europese landen en zeker niet in de meeste steden, maar we moeten erover waken dat dat niet gebeurt. En daarom moeten we de democratie heruitvinden en er is maar één recept om dat te doen, dat is de invulling ervan opengooien. Nu pleit Manu voor meer verbinding tussen politiek en burger. We hebben vorig jaar met de overheden en de burgerbewegingen een toekomstverbond gesloten. De misvatting rond de democratie is vaak dat dat beperkt blijft tot gaan stemmen voor bestuurders die het dan allemaal zullen doen en uitvoeren. Dat is een luie democratie uiteraard, dat is een zeer passieve, gehandicapte, niet energieke democratie. Je hebt zoveel burgers die zich willen inzetten om rond allerhande thema's zich te organiseren en mee aan tafel willen gaan zitten. Die zijn er, een overheid die niet ziet dat die georganiseerde middenvelders vormen van know-how hebben en engagement en ook netwerken en terreinkennis. Dat is een hele domme overheid. Er zijn er die ons graag willen doen geloven, zeker in verkiezingstijd, dat onze handen vooral dingen van elkaar willen afpakken. Dat er profiteurs zijn die alleen maar hun hand ophouden. De democratie is een kostbaar iets, moeten we redden. En er is maar één recept om dat te redden. En dat is dat mensen van onderuit ernstig genomen worden en meegenomen worden in het voorbereiden van het beleid. En we hebben moedige politici nodig om die processen open te gooien in plaats van dat voor zichzelf te houden. We moeten van een representatief stelsel gaan naar een deelnemersdemocratie, een doe-democratie, zegt Manu. Waarbij jij, wij, zelf de handen uit de mouwen moeten steken en mee moeten denken. Want politiek ben je immers zelf. En dat, zegt Aline, kan zowel offline als online. Maar de vraag is, als we vanuit de zetel kunnen meebeslissen, raken we dan niet van elkaar verwijderd? Waar wij eigenlijk op focussen is dat je het proces transparant maakt en dat je dan ook aangeeft van hey, wil je dieper in gesprek gaan dan naar die avond of die bijeenkomst, zodat je wel ook nog met elkaar in gesprek kan gaan. Maar we willen vooral die grote groep van mensen die eigenlijk zaken bekijkt maar, of geïnteresseerd is, maar het een te grote stap vindt om naar een avond te gaan, die willen we ook gaan bereiken. Dus het is het en-en. Is het de toekomst? Ik denk sowieso dat digitalisering en democratie, dat daar een enorme opportuniteit ligt. Dus je ziet ook dat binnen
digital democracy en digitale democratie, dat daar ook soms directe democratie naar voren komt. Dat willen wij niet per se. We willen wel nog altijd het representatieve, want er zullen nog altijd politici moeten zijn die belangen naast elkaar moeten afwegen. Maar hoe kan je er wel voor zorgen dat er draagvlak is, dat je zoveel mogelijk mensen hebt betrokken? Want dat gebeurt soms niet. Maar om die burger te betrekken, dat is niet altijd gemakkelijk, merkt ook George in Oostende. En de burger zegt, ik wil inspraak. En dan zeggen we, wel, doe het dan, die inspraak. Neem die verantwoordelijkheid. Zijn de burgers zo dikwijls aanwezig op die wijkenraden? Nee, het zal altijd maar een minderheid zijn die zijn nek zal uitsteken. Recht door zee haalde 1,98% van de stemmen. Welke kant waait het op? Ik hoop over 10 jaar dat het een stuk normaler wordt om burgers te betrekken. En dat het niet meer zo'n bijzondere projecten zijn. Maar ik hoop dat we nog altijd aan het experimenteren zijn. En dat we nog altijd blijven zoeken van wat zijn goede, leuke, maar ook creatieve manieren om burgers te betrekken. En ik hoop dat er niet één model is, dat we dat allemaal dan gewoon gaan toepassen en dat het veld terug stil ligt.